Het nieuws van donderdag 18 september. Euforische taferelen in Nijmegen. In eigen huis is NEC te sterk voor Dynamo Boekarest. Een wervelende start van het UEFA Cup toernooi. De overheid heeft de inwoners van de Bommelerwaard en de Tielerwaard maar matig geïnformeerd tijdens de grote stroomstoring van vorig jaar. Een breuk in een hoogwaterleiding is er de oorzaak van dat de Over Betuwe en Arnhem-Zuid het lange tijd zonder water hebben moeten stellen. Nou, dames en heren, goedenavond. Een gouden start voor NEC in het Europese avontuur. De Nijmegenaren wonnen vanavond met 1-0 van Dynamo Boekarest. Het is de eerste wedstrijd van NEC in het UEFA Cup toernooi. Verslaggever Jan Sommerdijk die is bij het Goffertstadion. Jan, vreugde daar natuurlijk, maar dan druk ik het waarschijnlijk een beetje zachtjes uit. Ja, de sfeer is ronduit euforisch. NEC heeft een fantastische wedstrijd afgeleverd. Slechts met 1-0 gewonnen, want de kansen waren er om de score hoger op te voeren. Er was maar één vak waar geen feest gevierd werd. Dat was het vak van de Roemeense supporters. Die waren bijzonder onsportief, gingen met stoeltjes en met vuurwerk gooien. Zelfs gericht op spelers van NEC. Maar dat mocht verder de pret niet drukken, want de NEC-spelers die kwamen toch heel erg optimistisch gestemd het veld af. Ze hebben het idee dat ze een heel goed uitgangspunt hebben neergezet voor de return in Boekarest, die wel heel zwaar zou worden. Maar NEC had echt ontzettend veel kansen. NEC begint in de Goffert vol zelfvertrouwen aan het Europese avontuur. De Nijmegenaren zijn niet bang voor Dynamo Boekarest en zoeken direct de aanval. Binnen 5 minuten krijgt NEC de eerste kans. Lasse Schöne kopt, maar oud-Ajax-doelman Lobond kan de bal uiteindelijk gemakkelijk oprapen. Daarna gaat NEC vrolijk verder. Saidi Ntiba Sonkisa laat even een hoogstandje zien. Een hoogstandje dat overigens niets oplevert. Even later staat John van Beukering volledig vrij, maar de bal gaat net over hem heen. Dynamo krijgt in de eerste helft 1 grote kans. Dancelescu maait hier langs de bal en dat levert dus geen problemen op voor NEC. Na een dik half uur spelen is dit John van Beukering die scoort. Maar de scheidsrechter heeft buitenspel geconstateerd en dus gaat dit feestje niet door. En de herhaling toont dat de scheidsrechter het juist heeft. Na rust gaat NEC verder met aanvallen. Dit is een schot van Ntiba Sonkisa. En dan na 10 minuten in de tweede helft valt dan die dik verdiende treffer. Johnny van Beukering kopt de 1-0 binnen en de Goffert viert feest. NEC gaat na de goal door. Hier is invaller Rutger Worm, maar hij stuit op keeper Lobond. Daarna houdt NEC de controle over de wedstrijd. En als de scheidsrechter afluit zijn de felicitaties voor coach Mario Been en doelpuntenmaker Johnny van Beukering. Ja, terug naar het Goffertstadion in Nijmegen. Terug naar Jan Sommerdijk. Jan, NEC heeft overtuigend en vol zelfvertrouwen gewonnen. Maar ja, ze doen de laatste tijd eigenlijk weinig anders, hè? Ja, het was toch fantastisch wat NEC deed. Hè. Dynamo was natuurlijk de favoriet, maar ze liepen hier een beetje over het veld als een soort pseudo-verdette. En ik denk dat ze zijn geschrokken, vooral van de manier waarop NEC begon in de wedstrijd. Bijzonder fel, scherp in de duels. En dat hebben ze eigenlijk 90 minuten volgehouden. En Dynamo herpakte zich wel, ging op een gegeven moment ook wat meer naar voren voetballen. Maar toen sloeg NEC een paar keer nog bijna toe in de counter. Dus al met al hebben ze hier een hele dik verdiende overwinning behaald. Ja, dik verdiende overwinning. Deze wedstrijd heeft NEC binnen. Hoe gaat het nu verder? Over 2 weken is de return in Boekarest. Ik denk dat dat een geweldige heksenketel gaat worden. Maar als NEC daar een doelpunt scoort, dan moet Dynamo er al 3 maken. Omdat in de Europa Cup uitdoelpunten dubbel tellen. En mocht NEC daar goed doorkomen in Boekarest, en waarom niet als je deze wedstrijd vanavond hebt gekeken, dan komen ze terecht in een pool. En dan gaat de kassa ook rinkelen, want dat vinden ze bij NEC ook wel interessant. De club heeft nog steeds niet veel geld. Dan wordt er eindelijk eens flink gecashed. Want dan gaan ze sowieso 4 wedstrijden spelen tegen grote internationale tegenstanders. 2 thuis en 2 uit. Het is misschien nog een beetje vroeg om daar nu al op vooruit te lopen. Voorlopig moet NEC maar even genieten van de uitstekende wedstrijd die ze hier hebben gespeeld tegen Dynamo Boekarest. Jan Sommerdijk bij het Goffertstadion in Nijmegen. Dankjewel. Ja, bij TV Gelderland was de wedstrijd vanavond live te zien. Heeft u hem gemist of wilt u de wedstrijd misschien nog een keer beleven? Ga dan naar onze website www.omroepgelderland.nl.
De overheid heeft de inwoners van de Tielerwaard en de Bommelerwaard een veel te rooskleurig beeld voorgehouden van de ernst van de grote stroomstoring. Dat blijkt uit een onderzoek van Nibra, de politieacademie en de Vrije Universiteit. Volgens de onderzoekers krijgen de bewoners tijdens de storing weinig informatie, die bovendien ook nog eens veel te positief van toon was. Woensdagavond 12 december vliegt een Apache gevechtshelikopter de hoogspanningskabels bij Hurwede kapot. Gevolg: de gemeente Maasdriel, Neerijnen, Lingewaal, Geldermalsen en Zaltbommel zitten 50 uur zonder stroom. De conclusie over het overheidsoptreden zijn stevig. De overheid heeft de burgers tijdens de storing niet goed geïnformeerd. De informatie drong niet goed door in het getroffen gebied. En bovendien was zij ook nog eens veel te optimistisch van aard. Als we net beheerder, zoals Continuon zegt, we denken dat het vanavond wel klaar is, dan ga je toch als operationele mensen, als bestuurders denken, nou ja, moeten we dan nog wel morgen mensen gaan informeren? Zullen we eerst eens afwachten of het vanavond ook rond is? Je kunt veel met de burgers doen, maar als je geen goede informatie geeft, en dat is ook een heel belangrijk leerpunt, dan worden ze daar wel geïrriteerd van. Want ze hopen dan toch van, goh, hè, morgenochtend is er weer stroom, en dan was er toch weer geen stroom. De onderzoekers hebben de inwoners van het gebied zelf ook gevraagd naar hun ervaringen tijdens de rampbestrijding. De resultaten zijn opmerkelijk. De helft van de bewoners zegt ontevreden te zijn. De verstrekte informatie was onvoldoende. En bovendien was er sprake van eenrichtingsverkeer. De overheid deelde de burgers van alles mee via geluidswagens. Maar daardoor konden diezelfde burgers met hun specifieke vragen nergens terecht. Het was beter geweest dat er informatiepunten waren ingericht. Een van de belangrijkste dingen waardoor burgers toch aan hun informatie zijn gekomen, blijkt uit die publieksenquête, is toch van burger op burger. Het Veiligheidscollege Gelderland-Zuid wil de conclusies van het onderzoek gebruiken om de hulpverlening te verbeteren tijdens toekomstige rampen en crisisbeheersing. Ja, 50.000 huishoudens werden er 12 december 2007 getroffen door de stroomstoring. Een storing die 2 dagen en nachten duurde. De gevolgen zijn enorm als de Apache-gevechtshelikopter tijdens een oefening de hoogspanningskabels kapot trekt. De helikopter moet een noodlanding maken. Een van de piloten raakt door het ongeval licht gewond. Veel inwoners van de Bommelerwaard zagen de oefenvluchten toch al niet zitten. Volgens Defensie is het ongeluk veroorzaakt door een fout van de piloot. Het laatste gedeelte van de trainingsvlucht zal wat later lager uitgevoerd gaan worden in het gebied tussen de Maas en Waal. Er is totaal geen sprake van enig wangedrag of stuntvliegen, totaal niet. Voor zover wij nu weten, heeft hij de draden niet kunnen zien. De helikopterpiloten moeten eind deze maand voor de rechter verschijnen. De hoogspanningskabel stortte in de rivier neer. Toen leek het even of dat oud opnieuw was. Allemaal vuurpijlen, dat soort effect. Door de kortsluiting keren 50.000 gezinnen 2 dagen lang terug naar de middeleeuwen. Alles dat op stroom werkt, doet het niet meer. En dat blijkt heel veel te zijn. Zo werkt bijvoorbeeld de kachel niet meer. Kapot van de kou. Vanmorgen. De gemeenten richten sportkantines in als opvangpunten voor de getroffen burgers. Bewoners kunnen er overnachten. Omdat het zo koud is, kom ik hier toe. Tijdens de stroomstoring wordt zelfs een baby geboren. Het waren angstige momenten, maar moeder en kind maken het goed. Kom in een huis met kaarsjes aan en 1 zoeklicht. En het lukt. De brandweer rijdt rond met noodaggregaten. Zo kunnen boeren hun koeien tenminste nog melken. 5.000 tot 6.000 bedrijven lopen grote financiële schade op door de stroomstoring. Supermarkten zitten met bederfelijke waren in hun maag. En de bakkers kunnen hun voorraden zo in de vuilnisbak kieperen. Dat geeft op zich wel te denken dat ons energievoorzieningssysteem zo wankel is, dat met 1 ongeluk een groot deel van zo'n regio plat ligt. De schade voor de burgers en bedrijven loopt naar schatting in de tientallen miljoenen euro's. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft toegezegd dat de staat de schade vergoedt. Op het stationsplein in Harderwijk is vanmiddag een 19-jarige fietser uit die plaats om het leven gekomen. Ze kregen op de rotonde geen voorrang van een vrachtwagen. Ook viel er vanmiddag een dode bij een ongeluk op de A50 ter hoogte van Apeldoorn. Daar is een 47-jarige motorrijder uit Utrecht verongelukt en dit zorgde tijdens de spits voor een enorme verkeerschaos. In de richting Arnhem stond een lange file tussen Heerde en Apeldoorn. En richting Zwolle stond een kijkersfile. Rond 3 uur reed de motorrijder bij Apeldoorn achter op een vrachtwagen. De motorrijder overleed ter plaatse.
De berichtgeving over de brute beroving van een 78-jarige vrouw uit Ede leidt tot kamervragen. De PvdA en het CDA willen dat de minister van Justitie er alles aan doet om de daders op te sporen en te vervolgen. In de Edese probleemwijk Veldhuizen is een 78-jarige vrouw beroofd van haar tas toen zij met haar rollator naar huis liep. De Tweede Kamerfracties willen ook weten van minister Heers-Balin of de overheid de geleden schade voorschiet aan het slachtoffer. Uren hebben ze zonder water gezeten. Zo'n 70.000 huishoudens in Elst, Huissen en Arnhem-Zuid zijn gisteravond het slachtoffer geworden van een lekkage in een hoofdleiding. In sommige woningen was pas vanmiddag weer water. Voor veel huishoudens was het probleem gisteravond opgelost. Maar veel andere mensen kregen pas in de loop van vanmorgen of zelfs pas vanmiddag weer water. Vooral de bewoners van de hoogbouw in Arnhem-Zuid moesten geduld hebben. Even voordat jullie binnenkwamen begon het water weer. Dus nou, daar hebben we zonder gezeten vanaf voor 7 uur gisteravond. En hoe is dat om zonder te zitten? Heel erg. De ellende begon gisteren in het begin van de avond, vlakbij pompstation Vickersdries in Driel. Daar ontstond een lekkage in een hoofdwaterleiding van Vitens. Een gedeelte van Arnhem-Zuid en een gedeelte van de Overbetuwe raken zonder water of hebben nog nauwelijks druk. Het gebied wat door deze leiding van water wordt voorzien, dat betreft ongeveer 70.000 tot 80.000 huishoudens. En een groot deel daarvan heeft gisteravond een aantal uren tussen 6 en 8 zonder water gezeten. Ja, de buurvrouw die heeft even 2 flessen water beneden gehaald. Het is toch te gek. Het is te gek voor woorden, echt waar. Dat je bij de buren water mocht gaan halen op 7 hoog. Bij de lekkage ontstond nog een bijkomend probleem. De kelder van het pompstation, waar de pompen opgesteld staan, liep onder water. Daardoor dreigden de pompen uit te vallen, wat tot nog grotere problemen geleid zou hebben. Nou, wat er mogelijk had kunnen gebeuren was dat onze totale installatie hier uitgeschakeld was. En dan heb je toch over een gebied van het 2- tot 3-voudige van wat we nu hadden. En dat levert ook wat meer problemen. Maar door de inzet van de brandweer van Heteren werd erger voorkomen. Nadat de druk gisteravond weer was hersteld en het eerste bruine water door de kraan was gelopen, konden rond 8:30 de meeste mensen weer over schoon leidingwater beschikken. Iedereen moppert erover, het tijdelijk station van Arnhem. Maar er gloort hoop, want volgens de wethouder ligt de nieuwe tunnel er gegarandeerd in 2011. Vanaf 30 december rijdt er een buurtbus door Renkum. Voor veel bewoners gaat hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling. De buurtbus gaat het rondje Wolfheze, Doorwerth, Heveadorp, Oosterbeek rijden. Het gemeentebestuur van Oost-Gelre wil de aanbouw van het gemeentehuis in Lichtenvoorde slopen. De aanbouw, die als bijnaam de banaan heeft, is te klein en er kan geen airco in aangebracht worden. De verbouwing ervan zou duurder zijn dan nieuwbouw. Veel inwoners vinden de sloop zonde, omdat de aanbouw er pas 14 jaar staat. Enkele bewoners van Oud-Zevenaar verzetten zich tegen de plannen voor de nieuwbouwwijk Groot-Holthuizen. Naast 1500 nieuwbouwwoningen moet er ook een industrieterrein komen. De gemeente Zevenaar is op dit moment bezig de bewoners van het gebied te onteigenen. Ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk vangt een deel van de patiënten op die niet meer terecht kunnen in de ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord. In die ziekenhuizen mag niet meer geopereerd worden omdat de operatiekamers volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet in orde zijn. Het ziekenhuis in Harderwijk gaat ervan uit dat patiënten niet langer hoeven te wachten dan anders. Veel file vanmorgen op de A1 tussen Deventer-Oost en Apeldoorn. Op de A50 tussen knooppunt Beekbergen en Renkum. En de A73 bij knooppunt Ewijk. De spitsstroken bleven langer dicht dan anders vanwege een storing in de signalering. In Epe is een speciaal historisch informatiepunt in de bibliotheek geopend. Het is een initiatief van onder meer het Gelders Archief. Het informatiepunt moet regionale geschiedenis toegankelijk maken voor bezoekers. Het inundatiekanaal bij Tiel krijgt een grote opknapbeurt. Het waterschap Rivierenland haalt verontreinigde bagger uit het kanaal dat deel uitmaakte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De werkzaamheden duren 1/2 jaar. Een illegale schroothoop op een woonwagenkamp in Tiel moet worden opgeruimd. Dat heeft de rechter bepaald. Op het kamp aan de Den Uillaan ligt volgens de gemeente enorm veel troep. Omwonenden klaagden over zeer veel overlast.
Wilt u reageren op het nieuws of heeft u een nieuwstip voor ons? Ga dan naar omroepgelderland.nl. De bouw van een nieuw station in Arnhem wordt gesplitst. Het noodstation gaat in 2011 tegen de grond en dan moeten de tunnel en de fietsenstalling klaar zijn. Voor de tweede fase, de bouw van het futuristische stationscomplex van architect Ben van Berkel, wordt nog volop geld gezocht. De gemeente Arnhem, de ministeries van Vrom en Verkeer en Waterstaat en ProRail hebben besloten de bouw van het station in Arnhem in fases uit te voeren. Er kan nu dus doorgebouwd worden, maar de gemeente Arnhem weet nog niet waar en wanneer het project eindigt. Voor de bouw van de stationshal zelf moet eerst extra geld op tafel komen. Dat worden dus nog stevige gesprekken tussen de betrokken partijen. En de drie partijen hebben samen afgesproken om zich maximaal in te spannen om benodigde extra middelen bij elkaar te krijgen. Dus iedereen moet over de brug komen? Ja, ze hebben afgesproken om zich maximaal in te spannen om de benodigde middelen bij elkaar te krijgen. Ja, dus de gemeente Arnhem moet ook weer over de brug komen? De gemeente Arnhem kan moeilijk aan andere partijen vragen om een bijdrage te leveren als de gemeente zelf niets bijdraagt. Dat is heel lastig. Ja, ook de gemeente Arnhem zal dus nog met geld over de brug moeten komen. Er moet weer onderhandeld gaan worden, dus niemand neemt nog bedragen in de mond. Maar dat uitstel van de bouw alles toch weer duurder maakt, snapt eigenlijk.